is het spelletje van Jonas. Stap 1, zoek willekeurige slachtoffers. Stap 2, luis hen geld af. Stap 3, luis van 3 mensen geld af en je wint. Super simpel en je bent rijk. Zou ik nu eens iets mogen vragen? Zou dat kunnen dat u mij nog geld moet van vorige week in het café? Ja. Ik heb u geen duvel voorgeschoten. Nee, want dat ring ik niet. Ik ring alleen maar proost. Zou het u niet ontzettend fijn lijken moest er nu hier een straatmuzikant of zo staan? Ja, ah, wel, zie. Ik zou dat heel graag doen voor u, namelijk. Maar ik kan geen gitaar betalen. Dus ben ik hier vandaag aan het rondhoren of ze geen kleine sponsoring zouden willen doen voor een gitaar. Ik denk niet dat ik iets op zaak heb, joh. Nee? Maar alles is goed, hè? Alles is oké. Okay, een halve euro, 2 euro, 100 euro. Dat is altijd win. Dat is fantastisch. En volgende keer, liedje speciaal voor u, hè? Hier, hè. Welkom op het oudste plein van Hasselt. Ik ben jullie gids voor vandaag. Zoals jullie kunnen zien, daar is het stadhuis. Daar kunnen we naar de Groenplaats gaan kijken. Hier kunnen we naar de Onze Lieve Vrouwenkathedraal. Maar ik stel voor dat we beginnen met eerst de gids een kleine tip te geven. Ja, dat zou. Ja? Dag mevrouw, zou ik u iets mogen vragen alsjeblieft? Ja, ik heb een fiets hier voor de. Uw fiets? Ja. Oh nee, ik heb het gezet aan die dat aangereden. Ah ja, ja. Nee, maar ik zag het dat u uw fiets aan het zoeken was. Ik dacht, ik ga die mevrouw even helpen. Maar hij staat dus gewoon hier achter de hoek. Bedankt. Dat is 10 euro, alsjeblieft. Nee, nee, niks van. Ik heb onlangs een boete gekregen. Omdat ik zo op straat zo mensen geld vroeg en zo. Maar ik kan die boete niet echt betalen. Ja. Dus zouden jullie misschien... Ja. Nee? Ik zou heel graag eigenlijk met Sue Think You Can Dance meedoen. Maar de inschrijving is nogal duur. Snap je? Even stretchen ondertussen. Ja, fantastisch. Dank u wel. Tot ziens. Hè. Ik zou een brood moeten gaan halen, maar ik heb er geen geld voor. Dus als je even ziet... Dan moet je langs Rosje meenemen. Ik kan je helpen met zo'n... Ik dacht een bakker. Voor een brood gewoon. Mag ik eens even iets vragen? Het is een beetje vervelend, maar mijn moeder is weer voor de zoveelste keer ongewenst zwanger geworden. Mijn vader die zuipt nog gelijk met zijn zot. Mijn hond heeft een poot gebroken en gaat waarschijnlijk een spuitje moeten krijgen. En zo. Mijn vis is nog gepikt ook nog van het weekend. En het ding is eigenlijk, ik heb ook geen geld nu voor een brood te kopen. Dus ik zou je een klein beetje misschien geld kunnen geven. Alsjeblieft. Ja, goede hart. Oh, fantastisch. Super. Oh, dank u wel. Een programski over een jonge menski.